Hi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Fietsenwinkel Barendrecht. Vandaag staan we bij de nieuwste Kalkoff fiets, de Kalkoff Image 3B Excite Benelux. In deze video gaan we het vertellen over de verschillen tussen de oude serie en de nieuwe serie van Kalkoff. We gaan over het nieuwe smart systeem hebben. Alles wat je hoort te weten over deze fiets komt aan bod, dus blijf kijken. We gaan verder met de geometrie en de maatuitvoeringen van deze fiets. Voordat we daar verder op ingaan, ga ik jullie vertellen wat Kalkoff in 2023 op de markt gaat brengen. Alle fietsen van Kalkoff gaan beschikken over het smart systeem van Bosch. Daarnaast hebben ze ook allemaal een mooie facelift gekregen, zowel de 3-serie als de 5-serie. Er komt een nieuwe 7-serie in de Image-familie. Daar hebben we een aparte video voor. Vergeet die video niet te kijken. De link daarvan is in de beschrijving van deze video. Nou, bijvoorbeeld bij de 3-serie zijn de aluminium lasnaden verminderd. Je zag bij de balhoofd best wel veel aluminium lasnaden bij de voorgaande serie. De 5-serie die krijgen we binnenkort in onze showroom. Daar gaan we een video over maken waar we verschillen uitleggen tussen de 3 en de 5 en de 7-serie. Abonneer op onze kanaal mocht je die video niet willen missen. Nou, deze fiets beschikt over een performance line motor van Bosch. Omdat het ook een smart systeem is in combinatie met een performance line motor betekent gelijk dat de performance line motor niet 65 Nm is, maar 75 Nm. Nou, dat is nog krachtiger eigenlijk dan voor de oude performance line motor, maar hij is gewoon stil. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een CX motor, nou, die zit je wel op 85 Nm, maar die maakt wel wat meer geluid. Verder de accu, een 625 wattuur accu komt deze fiets standaard. Deze Excite model van 2022 had standaard een 500 wattuur accu. Nou, dit is de Excite Benelux. Je hebt ook de normale Excite. Het verschil tussen normale Excite en Excite Benelux is dat je bij de Benelux serie een ART goedgekeurd slot hebt en een jasbeschermers. Deze fiets komt in één kleur alleen, de mat zwarte. De Excite dus zonder Benelux, die komt in mat groen en glanzwart. Nou, je zou eventueel zeg maar ook een ART goedgekeurd slot op het geen Benelux serie kunnen zetten. Enige nadeel waar je daarmee dan gaat hebben is dat je de accuslot niet met dezelfde sleutel kan beheren. Nou, op dit moment heb je dan een accucilinder en een ringslotcilinder die hetzelfde zijn. Dus daar kan je één sleutel mee beheren. Het is een stadsfiets binnen de Kalkoff collectie. Nou, dat houdt in dat je een rechte zithouding hebt. Je hebt een stuurbocht die wat meer naar je toe komt. Door verstelbare stuurpen kan je wel wat sportievere zithouding op creëren. En mocht je zeggen van ik wil niet juist een stuur die naar me toe komt, maar ik wil eigenlijk een rechte stuurbocht. Dat kan ook. Bijvoorbeeld de 5-serie van Kalkoff die beschikken over wat rechtere stuurbocht. Nou, dezelfde stuurbocht kunnen we dus ook op de 3-serie zetten. Nou, de varianten, je hebt het Diamond model en het Comfort model. Het Diamond model is een herenmodel waar dan een stang hier tussen komt. En het Comfort model is het unisex model, wat Kalkoff dan eigenlijk noemt. Komen in verschillende maten. Het Comfort model komt in 43, 48 en 53 centimeter framehoogte. En het Diamond model komt in 48, 53 en 58 centimeter framehoogte. De fietsen binnen de 3-serie kan je belasten tot 130 kilo. Dat is dus ook gewicht van de fiets. Heel veel mensen vergeten dat. 130 kilo is gewicht van de fiets, gewicht van de berijder. En wat daarnaast nog overblijft, kan je het nog belasten met extra bagage. Alle fietsen binnen de 5-serie en de 7-serie komen met verstevigde spaken die je tot 170 kilo kan belasten. We gaan verder met het motorsysteem van dit model. Zoals ik zei, het smart systeem van Bosch wordt hierop toegepast. Performance line motor krijg je met liefst 75 Nm.
75 Newtonmeter is eigenlijk krachtig genoeg om in een heuvelachtig gebied te fietsen. Zelfs in een bergachtig gebied zou je met deze fiets prima kunnen fietsen. Mochten de hellingen iets steiler worden, nou, dan komt dit een beetje tekort. Dan zou je naar de CX-motor moeten kijken. Maar in een stadsverkeer en heuvelachtig gebied is deze motor prima te doen. Verder komt hij met standaard een 625 wattuur accu. Nou, om de actieradius daarvan te bekijken hebben we een mooie calculator van Bosch op onze website geplaatst. Een link naar die pagina zie je in de beschrijving van deze video. Dan kan je ook even kijken wat de actieradius van deze accu is. Ja, normaal gesproken zou je eigenlijk boven de 100 kilometer mee kunnen fietsen. Mocht je ze in de eco of de tourstand gaan fietsen. Verder wat ook vernieuwd is aan dit model is het accukapje. Voorheen was de accu gemonteerd aan een kapje. Waardoor je als je de accu eruit ging halen, haalde je kapje ook eruit. Nadeel daarvan was eigenlijk in de winkel gaven ze ook altijd aan van wat als ik deze fiets op de fietsendrager ga plaatsen. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, normaal gesproken kan het niet zo heel veel kwaad en overigens was een contactpunt ook aan de bovenkant. Maar toch is geen fijn gevoel om een fiets van 4000 euro zo los op je fietsendrager te plaatsen. Nou, Kalkoff heeft nu de accukap losgemaakt van de accu. Dus je haalt eerst de kap eruit, daarna de accu. Daarna kan je de kap weer erop zetten om de binnenkant te beschermen. Het display die op deze fiets zit is de Intuvia 100. Dat is in combinatie met het smart systeem natuurlijk. Een 2,5 inch display. Wat opvalt is dat hij een hele duidelijke grote lettertype heeft. Het is heel duidelijk zichtbaar. Het is een afneembaar display. Een ander voordeel is dat hij draadloos is. Door middel van Bluetooth maakt hij connectie met het console. Daardoor zie je ook geen bedradingen, extra bedradingen op het stuur. Hij laat het schakeladvies zien. Wat je op dit mooie scherm kan aflezen is natuurlijk je snelheid per uur. De tijd kan je aflezen, de afstand, reisduur, actieradius en je rijmodus. Het is mogelijk om het display up te graden naar de Kiox 300. Elke smart systeem fiets kan je verschillende displays erop plaatsen. Je kan ook display upgraden naar een smartphone grip. Nou, we gaan een aparte video daarin maken wat dat precies inhoudt en wat je daarmee kan doen. Dat is eigenlijk een soort houder voor je telefoon. Je klikt je telefoon erop en gebruik je telefoon eigenlijk als een scherm. Nou, de Kiox 300, daar hebben we al een aparte video van. Een link daarvan zie je in de beschrijving van deze video. Dat is wat kleinere display, maar dan een kleuren display. Zie je wat meer statistieken op en onder andere je navigatie. De accu kan je opladen hoe die zo zit in het frame. Kalkoff heeft een mooi plug gemaakt aan de bovenkant van het frame. Het plug is ook verbeterd ten opzichte van de oudere modellen. Daar zat een rubberen plugje op die heel snel kapot ging. Dit is wat duurzamer plugje wat van betere kwaliteit gemaakt is. We gaan verder met de overige specificaties van dit model. Nou, het schakelsysteem is een Nexus 5 schakelsysteem. Nou, de Nexus 5 zie je meer en meer op de e-bikes met een krachtige motor dan 50 Newtonmeter. De Nexus 7 en 8 konden dat niet aan. We hebben een aparte video over de voordelen van Nexus 5 en wat deze nieuwe NAV eigenlijk is. Een link daarvan zie je ook in de beschrijving van deze video. Nou, verder kom je het remsysteem tegen. Hydraulische schijfremmen van Shimano zitten hierop, de MT200. Nou, door middel dat ze hydraulisch zijn, kom je heel snel en veilig tot stilstand. Door middel van oliewerking wordt je remgedrag heel goed eigenlijk gedoseerd. Nou, de riemaandrijving van Gator zit erop, de CDX. Een riem kan je tussen de 25.000 en 30.000 kilometer gebruik van maken. Daarna is hij pas aan vervanging toe. Nou, je hebt heel weinig onderhoud aan nodig. Het enige waar je zorgen over hoeft te maken is dat hij niet zanterig of korrelig wordt. Mocht dat gebeuren, kan je met lauw water schoonmaken. Dat is het enige waar je rekening hoeft te houden bij een riemaandrijving. Bagagedrager, dat is van Mick. Voorheen had Kalkoff de Ragtime bagagedrager. Nou, ze zijn overgestapt naar een MIC systeem. Nou, je hebt heel veel dubbele tassen, bagagedragertassen, kratten, manden die je eigenlijk daarop kan klikken en eraf halen. De verende voorvork en de verende zadelpen, dat zorgen voor een hele fijne rijbeleving. Nou, de klappen vangen ze eigenlijk voor je op als je met een hogere snelheid een hobbelige weg gaat breiden of een drempel overheen gaat.
dan vangen ze de harde klappen eigenlijk voor je op. Nou, dat was het eigenlijk alles wat je een beetje hoort te weten over deze fiets. Mocht je wat vragen hebben, stel ze gerust in de comments onderaan de video. Dan kunnen we dat voor je beantwoorden. Vond je deze video leuk? Like het. Abonneer op onze kanaal mocht je meer van zulke video's zien. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe video voor de 5-serie van Kalkoff. Deze fiets staat ook bij ons in de showroom. Je kan eenvoudig via onze website een proeflid aanvragen. Dan ben je welkom bij ons in de showroom. Ik of een van mijn collega's leggen wat meer informatie uit. Beantwoord al je vragen en dan kan je rustig je tijd nemen voor een uitgebreide proefrit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer.